Sociale en duurzame issues staan in de spotlight. Op initiatief van de Punchypack, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rotterdam School of Management lanceren jonge leiders vanuit hun werkgever micro-revoluties. Vorig jaar won Zilveren Kruis in samenwerking met Rabobank met het project FinBuddy, een financiële app om gezinnen uit de armoede te helpen. Dit jaar doet Zilveren Kruis met twee teams mee aan de partnershipverkiezing. En één van deze teams ging in zee met Eurocross en Sintrus Achmea om zich ervoor in te zetten dat ouderen langer gelukkig thuis kunnen blijven wonen door eenzaamheid te verminderen. Het probleem van eenzaamheid is wat het doet met je totale gezondheid. Je doet niet meer mee aan de maatschappij, je doet er niet meer toe en dat kan hele nare psychologische en fysieke gevolgen hebben. David is innovatiemanager bij Zilveren Kruis en is met zijn team bezig met het project De Alles Oké-cirkel. David, wat gaan jullie doen? Wij hebben een case ontworpen voor de alleenwonende ouderen in onze maatschappij. 1 op de 2 mensen boven de 65 plus ervaren eenzaamheid. Daarom hebben wij een oplossing bedacht die dat tegengaat. Heel simpel is onze case het vormen van een sociale gemeenschap in de wijk of in de buurt door middel van spraakgestuurde technologie. Op het moment vangen we veel op met formele zorg, met thuiszorg of met informele zorg, met mantelzorg. Maar wat als we de base van zorgverleners kunnen vergroten door meer mensen naar elkaar om te laten kijken? Dan creëer je waarde, dan neem je zorgkosten en je ontlast ook nog de druk op de mensen die nu op dit moment al de zorg leveren. En dat is natuurlijk een heel actueel thema ook nu. Ja, zeker. Bereidheid voor de kwetsbare groepen is zeker tijdens de coronacrisis veel groter dan voorheen. Zelfs onze koning zei, we kunnen het coronavirus niet stoppen, maar we kunnen wel het eenzaamheidsvirus bestrijden. Ben ik het helemaal mee eens. En daar staat deze oplossing ook volledig achter. En hoe hoop je dan dat de wereld eruit komt te zien? Mijn ideale wereld ziet eruit als een wereld waar mensen echt naar elkaar omkijken. Waar mensen solidair zijn naar elkaar. Ik ben zelf dankbaar voor het systeem waar we in leven. Het zorgsysteem en de maatschappij waar zorg voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. Ongeacht welke leeftijd je hebt of welke inkomensniveau je zit. We willen de zorg toegankelijk maken voor iedereen. Bekijk de cases en stem op je favoriet via de partnershipverkiezing.nl.